En dan hebben we natuurlijk ook nog deze week, of eigenlijk dit weekend, Katie Courty. Ja. De toespraak van de koning. Ja, zelfs voor iemand die weinig tv kijkt, is dat niet te missen. Dat kunnen we in ieder geval wel zeggen. Alle aandacht die we er in de afgelopen tijd niet aan hebben gegeven, wordt nu geconcentreerd, geventileerd in 3 dagen of 4 dagen. Maar het herdenkingsjaar gaat nu van start volgens mij. Het herdenkingsjaar gaat ook van start. Ja. Nou ja, god, ik vind het verder sympathiek dat de aandacht besteed wordt aan de slavernij en de gevolgen daarvan en de wijze waarop dat gedaan werd. Er wordt natuurlijk nog steeds voortdurend gedaan alsof we nog nooit daarvan gehoord hadden. Nu voor de allereerste keer over deze schandaad worden geïnformeerd. Maar ja, als je een heel klein beetje van geschiedenis wist, dan wist je dat dat allemaal zo zich heeft afgespeeld en dat er opstanden zijn geweest. En dan krijg je de treurige geschiedenis van Haiti. En natuurlijk de diep treurig stemmende geschiedenis van de Verenigde Staten. Een land niet waar wat zou streven volgens eigen verklaring naar life, liberty en the pursuit of happiness. En vervolgens besloot om een groot deel van de bevolking daarvan uit te sluiten. Namelijk door die slavernij. Ja, dat is diep triest. Daarvoor zijn de Amerikanen Amerika in allerlei opzichten zeer ernstig gestraft. Heel veel dysfunctie in de Verenigde Staten is gerelateerd aan de slavernij waarmee ze begonnen zijn. Mm. En ze zijn op het verkeerde been begonnen. Mm. Namelijk met enorm veel praatjes en kletskoek over life, liberty en the pursuit of happiness. En daar hebben ze zich niet aan gehouden. En ze hebben ook niet gecorrigeerd in de 200 jaar sinds die republiek bestaat. Ietsje meer dan 200 jaar. Zou je kunnen spreken over een defect dan? Ja, ik denk dat in de Verenigde Staten is uiteindelijk gebaseerd op een defect. Dat kun je zeggen. Zeker. En hoe zouden ze het kunnen herstellen? Of is het niet te herstellen? Nou, dat ze dat structureel op grote schaal moeten aanpakken. Dat zal niet zo makkelijk zijn. Een deel van de zwarte bevolking is natuurlijk ondertussen wel degelijk geëmancipeerd geraakt. Maar een deel ook niet. Wat ga je aan ghetto's doen? Ga je die opdoeken of herstructureren? Hoe moet dat precies? Ze hebben net de affirmative action afgeschaft. Hoge rechtshof heeft dat gedaan. Nou ja, daar zaten al allerlei haken en ogen aan. Dat zat er wel een beetje aan te komen. Maar het betekent toch ook weer dat er, laten we zeggen, mensen die van een andere kleur zijn, dat die niet in verband daarmee bevoordeeld zullen worden bij de toelating tot universiteiten. Dat was een gebrekkig middel om de integratie te verbeteren. Dat is evident, is dat zo. Er zijn al veel eerder zaken gevoerd die dan net op het tippetje werden verloren voor het Hoge Rechtshof. Maar toch is het ook weer een indicatie door de huidige meerderheid, zeer conservatieve meerderheid van het Hoge Rechtshof, nou ja, dat er in zekere zin toch een onwil is om deze defecten waar we het eigenlijk over hebben, om die te repareren. Amerika is een samenleving die van racisme doortrokken is. En jammer genoeg ook een nogal gewelddadige samenleving. En er is alle reden om ook die gewelddadigheid in feite te herleiden tot de slavernij. Als je ook naar de dysfunctie kijkt in de Amerikaanse samenleving, zie je toch dat de traditionele Confederate States, dus diegenen die gevochten hebben om de slavernij te behouden, vergeet dat niet, dat daar toch veel meer mis is dan in de andere staten. Je hebt eerder al gezegd, je bent niet voor excuses, maar vind je een herdenkingsjaar dan wel goed? Ik vind excuses flauwekul. Waarom zou je in godsnaam ook dat uit alle dingen die er worden gezegd, blijk ik ook nu nog schuldig te zijn? Wat is dat voor onzin? Ik ben helemaal niet gebeld over de slavernij in de 19e eeuw. Had ik gezegd, hou ermee op, ik vind het schandelijk. Nee, dat zijn excuses, dat is een soort rare politiek correcte gewoonte geworden. Want bovendien heb je nog geen excuses gemaakt, of je moet voor een hele reeks van andere dingen natuurlijk op grond van het principe ook je excuses gaan maken, toch? Ja, laten we wel wezen, ik weet niet of men zich dat realiseert, maar de onderkant van de bevolking, ook als je dus geen slaaf was, de onderkant van de bevolking had een gruwelijk bestaan. En de gemiddelde leeftijd van niks. Moeten we daar ook excuses voor gaan maken? Of gaan we daar excuses voor maken? Ik heb al eerder gezegd dat excuses maken is goedkoop.
Want jij hoeft er verder niks anders voor te doen dan te zeggen, joh, het spijt ons zo.